Ja, we zijn hier op de Dutch Darts Masters in Maastricht. Ik heb drie prachtige dames bij me. De walk-on girls van de Dutch Darts Masters. Verste bij mij weg Ashley, Sietske en Jamila. Dames, jullie zijn hier alle drie. Sietske, ik begin even bij jou. Jij hebt de prijsvraag van RTL 7 tijdens het WK gewonnen. Hoe is het nou om eindelijk een keer hier mee te mogen lopen? Het is echt superleuk en iedereen is heel aardig en iedereen helpt je op weg. Ik ben alleen maar aan het genieten eigenlijk. Jamila, jij doet het al wat langer. Hoe ben jij betrokken geraakt bij dit werk? Nou, zou ik je zeggen, het stond op mijn bucketlist. Dus heb ik contact gezocht met de baas en die zei binnen 2 dagen, kan je naar Duitsland komen? Ik zei, nou dat is goed. En ik ben eigenlijk blijven hangen, want ik zou eigenlijk maar 1 keer meelopen, maar we zijn nu al vele events verder. Ashley, jij doet het al wat langer. Je bent eigenlijk inmiddels al de veterane van het stel eigenlijk, hè? Ja, een beetje wel eigenlijk. Ik zit hier nu 3 jaar. Eerst alleen met Duitse meiden, maar nu gezellig 2 Nederlandse erbij. Dus dat maakt het voor mij ook wel weer nieuw en spannend. En ook wel onwijs gezellig natuurlijk. 1 vraag moet ik dan nog even stellen natuurlijk, Sietske. Je hebt met een paar mannen al meegelopen op het podium, maar vrij veel eigenlijk. Wie is je favoriet tot nu toe? Oh jeetje, ze hebben allemaal wel wat. Sommigen zitten ook in hun concentratie, ze zeggen niet zoveel. De anderen die babbelen maar door, dus ze hebben allemaal wel wat.